Vrijdagavond krijgt NEC de mannen van Helmond Sport op bezoek in het Goffertstadion. Na de afgang tegen Jong Ajax herpakten de Nijmegenaren zich met een 2-1 overwinning op de belofte van PSV. De eerste wedstrijd onder trainer Ron de Goot bleek dus een succes, want het was de eerste keer sinds 19 oktober dat NEC een uitwedstrijd won. Volgens de Goot is het duel met Helmond Sport daarmee niet te vergelijken. Gelijk een uitoverwinning tegen een vrij hoog geclasseerde tegenstander, dan moet een hoop rust en vertrouwen geven, denk ik. Ja, sowieso vertrouwen en ook een stukje rust natuurlijk. We krijgen nu morgen Helmond. Ja, dat is een ander soort tegenstander, een ander soort voetbal ook. Kijk, PSV wil graag aan de bal zijn. Hier hebben we ook veel kwaliteiten. We hadden ook een beetje teruggedrongen naar onze eigen helft. Ja, morgen zullen we misschien wat meer uitgenodigd worden door Helmond om daar te gaan voetballen op hun helft. Dus het zal een ander soort wedstrijd zijn. Hoe ga je dan ook anders tegen voorbereiden? Ga je een andere tactiek aanhouden? Nou, de tactiek zal niet veel anders zijn, maar we moeten wel beter worden aan de bal. Dat is heel slordig. Van de week veel op getraind, positiespel, opbouw van achteruit. En dan moet morgen laten zien dat een verbetering oplevert. De eerste taak was voor jullie leek het om achterin te versterken en dat is wel gelukt, denk ik. Ja, niet alleen achterin. Kijk, het gaat vooral om hoe je staat verdedigend. Weet je. Als je compact staat, dan worden afstanden wat korter, kun je ook makkelijker in de duels komen. Dat zag je van de week. Maar goed, het gaat er ook om op het moment dat je de bal hebt, dat je dan de ruimtes benut die dan daar gaan vallen. En dan moet het een stuk beter. Randy Wolters is terug van een schorsing. Is dat de reden om het elftal om te gooien? Nou, Tom is eventjes in twijfel of hij wel of niet kan spelen. Dus we moeten even kijken. Overleggen hoe we dat morgen in gaan vullen als hij niet kan spelen. Met Helmond Sport treft NEC de één na laatste van de keukenkampioendivisie, maar Jordi Bruin waakt voor het onderschatten van de Brabanders. Tegen Jong PSV had hij de taak om druk te zetten met Ferdy Druijf en dat beviel de jonge middenvelder prima. Je had maandag weer een opvallende rol, vooral de omschakeling, een soort tweede spits in de 4-4-2. Kan je uitleggen hoe dat in elkaar zat? Ja, kijk, we speelden gewoon 4-3-3 en dan gingen we iets meer terugzakken. PSV ja, een beetje opwachten en vanuit daar de bal proberen te onderscheppen en dan een beetje de counter gaan zoeken. Dat liep wel aardig. En inderdaad, dan in het druk zetten stond ik naast Ferdy. Maar als we de bal hadden, dan kwam ik gewoon bij op het middenveld. Dus vandaar. Maar ja, veiligheid is denk ik wel belangrijk in zo'n wedstrijd. Zeker als het in de tweede helft een beetje stilvalt. Dat jij dan ook weer fel op gaat staan met bijvoorbeeld Ferdy Druijf. Ja, kijk. Ik heb natuurlijk van de winter al kwam ik hier en heb ik gesprek gehad met NEC, met Wilke en de trainer en zo. En daarin kwam ook heel erg naar voren dat ze wat felheid misten en bepaalde energie. En dat ze daarom Ferdy hadden gehaald en nog iemand voor daarachter zochten. En dus zodoende loopt dat op zich wel aardig. Dan naar Helmond. Weet je wat het tegenstander is? Ja. Ze zijn niet per se een heel voetballende ploeg. Ze staan ook niet zo heel hoog op de ranglijst. Ze hebben een groot, sterke spits, wel gevaarlijk. Ik denk dat we ze in ieder geval zeker niet moeten onderschatten. Kijk, ze staan misschien wat laag, maar wij moeten gewoon weer alles eruit halen om een goed resultaat te behalen. En hopelijk een mooie overwinning. En die wedstrijd tegen PSV heeft denk ik wel voor het vertrouwen gezorgd? Ja, zeker. Wij moeten gewoon wedstrijden winnen. En niks meer, niks minder. Dus... dat zit wel goed nu. En zo eindigt NEC tegen...